What's up YouTube, Georgina hier van Dive Plays Games en welkom naar een nieuwe aflevering van Poketober. In de vorige aflevering had ik natuurlijk een beetje informatieve aflevering van gemaakt met natuurlijk waar je de gift Pokémon kan krijgen, waarom ik met mijn huidige save verder ben gegaan en ga zomaar door. Ik ben in Fusa City omdat ik daar natuurlijk beëindigd ben en ik ga nu naar Cinnabar Island waar... Ik ga nog niet naar Cinnabar Island. Ik ga naar Pewter City. En je zou dan denken, waarom Pewter City? Nou, in de vorige aflevering heb ik natuurlijk verteld om de locatie van een andere fossiel die je kunt krijgen. En dat is dus hier zo in Pewter City. En het is in die doorgang en hoe je dan daar kunt komen. Eigenlijk in principe... Wat heb je nou weer gevonden? Je had iets gevonden, toch? Ja, je hebt iets gevonden. Oh, dankjewel voor de Nana Berry Blastoise. Maar goed. In principe, je hoeft niet per se Skydash te hebben. Nou ja, tenzij je heel die pokkein terug wil gaan lopen. Mocht je Skydash hebben en natuurlijk Chop Down hebben. Nou ja, laat ik zo zeggen, heb je Skydash, kan je natuurlijk hier naartoe vliegen. En natuurlijk dat stukje kapot slaan natuurlijk. Maar heb je alleen maar Chop Down hebt, dan ga je gewoon via de Diglett Tunnel gewoon weer terug naar Pewter City, want je kunt er gewoon bij. En dan ga je natuurlijk naar dit deel van het museum. En uiteraard staat het hier bij mij natuurlijk niet meer, maar dan zie je hier zo Amber. En dan spreek je naar deze persoon. En dan krijg je eigenlijk, zonder dat anderen het weten, krijg je dus de Amber. En dan heb je zeg maar de fossiel van Aerodactyl. En nu dat ik jullie dat heb laten zien, gaan we wel naar Cinnabar Island. En daar heb ik natuurlijk ook veel te vertellen over Cinnabar Island. Wat Cinnabar Island eigenlijk nou precies is. Want er zit best wel een historie aan. Maar nu eerst laat ik jullie natuurlijk ook zien waar je je fossielen tot leven kunt wekken. Dat is dus, als je bij de Pokémon Center bent, loop je gewoon deze kant op. En dan is het de laatste deur. Ja, dit is, nou dan loop je, ja dat was de goede dus. Nou hier zie je natuurlijk de Dome, de Helix en de Amber Fossil. De Helix is natuurlijk Omanyte. De Dome is Kabuto en Amber is natuurlijk Aerodactyl. Dus hier kun je naartoe gaan om je fossielen tot leven weer te wekken. Ook weer een handigheidje te weten. Maar goed, meer over Cinnabar Island. Ik weet nou niet of ik al die sleutel heb, want anders moet ik er doorheen gaan banjeren. Lift sleutel. Pokévloed, bla bla. Ik weet dan niet of die cardkey de sleutel was van het desbetreffende gym. Nou, het was dus een quiz en de sleutel is dus in het gebouw met heel veel groen. Nou, dat is dus deze. En wat heb jij? Blablabla, into the plepla. Nou, dit is de Pokémon Mansion. Hij was natuurlijk nooit versleten eruit als nu. Dat komt... als jullie de eerste Pokémon film gezien hebben... Dan weten jullie dat een stukje fossiel van Mew gevonden is door Team Rocket. En de Pokémon Mansion was eigenlijk in principe de laboratorium van Team Rocket om uiteindelijk een kloon te maken van Mew. Want ze wou Mew zelf hebben. Maar uiteraard is dat natuurlijk gemanipuleerd, etcetera, dat je Mewtwo kreeg. Heel veel speculeren ook dat Ditto een mislukte versie is van Mewtwo en dat is dus de reden waarom hij andere vormen kunt doen, etc.
En daarom is het ook natuurlijk zo kapot. Want Mewtwo is uiteindelijk ontsnapt. Maar ook in de Pokémon Mansion kun je dus stukjes dagboek vinden. Die dus een verhaal vertelt. Is het hier eentje ervan? Je krijgt natuurlijk een Max Lure hier zo. Nou, dat is wel prima. Nee, hier is nog geen stukje. Woep. En we krijgen bezoek van mijn vriendin. Die rondloopt te banjeren. Ook geen stukje. Kom op, waar is een stukje dagboek? Maar goed, als je dit stukje drukt, dan zie je natuurlijk, of hoor je natuurlijk een geluid. Dan ga je weer terug. En dan zie je dat het hier open is. En nog geen sleutel. Dat is mijn vriendin, dames en heren. Ik jongens en meisjes. Ik wil even vragen om de stofzuiger te halen. Oh ja, je ging stofzuigen, hè? Ja. Ik krijg visite, dus ik moet stofzuigen. Ja hoor, loop ik met mijn kop tegen Corfin. Eén ding. Wat? Even tussendoor, tussen de lijf. Het lag lekker dat je pas later door de kachel stond. Nee, ik hoorde die al, want ik zei al tegen mensen van... Oh, we krijgen een bezoek van mijn vriendin die loopt de rand roetsmoesen. Nee, want ik liep daar tegen je, dat zei je. Ja. Terwijl ik nog niet achter je liep. Corfin laat ik eventjes voor wat het is. Dat was eventjes iets leuks. Tussendoor. Nou ja, tegelijkertijd dat ik voor de sleutel van de gym zoek. Zoek natuurlijk ook die dagboek in Trace. Want ja, dat wil ik natuurlijk jullie ook wel een beetje laten weten. Waar liggen die krengen nou? Wow. Oh, dan moet ik zeker als ik daar naartoe wil. Knoppie! Daar. Ah, hier. Als je zulke boeken dus ziet, dan is het een dagboek entry. En dan staat er dagboek, jullie 10. We hebben gedoopt. We hebben een nieuwe ontdekking gedoopt. Pokémon Mew. Dus de nieuw gevonden Pokémon hebben ze Mew gedoopt. Maar ja. Wow. Even kijken, hier is ook niks. Nou, dan gaan we weer omhoog. En hier heb je natuurlijk nog eentje. Dagboek. 6 februari. We hebben de nieuwe Pokémon Mew gevangen. We hebben deze nieuwe Pokémon Mewtwo genoemd. Ja. Yeah. Ah, nee. Tot zometeen. En dat was dat. Loop ik weer natuurlijk tegen Corfin aan. Ik wil je eventjes niet zien. Wow. Hoppata.
En dan moeten wij hier ergens zijn dan. Weezing! Volgens mij heb ik de verkeerde dicht gedaan. Ben je nou open? Ja, je bent open. Hoppata. Als het goed is, zijn we nou op de goede vloer. Hoop ik, in ieder geval. En als we deze klikken, is deze open. Oh, lopen we langs een ratata. Nu even niet, kleine. We zijn bezig met de sleutel. Oeh, Chancy. Hier ligt dus geen sleutel. Ik moet helaas langs die professor. Oh, ik heb hem al dus verslagen. Ik kan me niet herinneren wanneer. Waarschijnlijk dat ik undercover eigenlijk al die sleutel wou hebben. Wow! Die had ik dus niet gehad. Nou, dat ook weer gehad. Oh. Je vindt me wel heel erg aantrekkelijk, hè, Corvin? Meek jou niet, stinkdier. Nou, waar kan die sleutel nou toch zijn? Ik ben volgens mij echt letterlijk vrolijk elke keertje en week het allemaal geweest. Behalve dan met de trap. Serieus, Wiesing? Heb je ook nou weer aandacht nodig van mij? Ga lekker koffing irriteren. Doei. En tuurlijk. Nou, in de volgende aflevering gaan wij verder op zoek naar de sleutel van de gym. En vertel ik je natuurlijk het slot van alles en et cetera. Nou ja, in ieder geval vonden jullie deze aflevering leuk. Geef een blij duimpje omhoog. Deel met je vrienden en ben je natuurlijk nieuw, abonneer mij op mijn kanaal voor de rest van Poketober, om zo te zeggen. En natuurlijk andere content met het belletje aan. Dan zou ik zeggen, tot de volgende video. Doei doei!